In deze video gaan we formules combineren, dus we werken natuurlijk naar het voorbeeld toe, maar we beginnen even met een nieuw voorbeeld. Nou, als je deze twee formules wil gaan combineren, laten we eens even gaan kijken wat het betekent. We hebben hier namelijk D, die hebben we uitgedrukt in de letters P en Q. En de tweede formule, dat is een vergelijking met twee variabelen. We kunnen hiermee Q uitdrukken in P. Dan moeten we die 3P naar de rechterkant brengen en nog een bewerking doen. Maar we kunnen ook P uitdrukken in Q. Dan moet je ervoor zorgen dat Q naar de rechterkant gaat. Maar in ieder geval, als je die twee formules wil combineren tot de vorm D uitgedrukt in P, bedenk wel dat A, B en C staan voor getallen. Nou, in ieder geval, dan moet je doen wat ik net heb gezegd. Dus dat even in woorden. Dan moet in de formule D uitgedrukt in PQ, dan moet je de variabele Q, die moet je vervangen door Q uitgedrukt in P. En dat gaan we doen. Dus we gaan zometeen die Q gaan we vrijmaken bij die tweede formule. Dus we brengen die 3P brengen we naar de rechterkant toe, zodat je krijgt aan de rechterkant min 3P. Dan staat er aan de linkerkant alleen nog maar min 2Q. Dan gaan we links en rechts gaan we vermenigvuldigen met min een half. Of delen door min 2, wat je liever doet. Ik doe keer min een half en dan krijg je aan de linkerkant Q. En aan de rechterkant krijg je dan 6 keer min een half en min 3p keer min een half. Nou heb je Q uitgedrukt in P. Nou, de tweede formule heb je D is uitgedrukt in P en Q. En nu gaan we die letter Q, die gaan we vervangen door wat Q is. En Q is dus min 3 plus 1,5p. Dus we gaan die Q vervangen door wat Q is. Gebruik haakjes. We gaan Q vervangen door wat Q is. En ik zet het er nog een keertje bij wat Q is. En dan gaan we de haakjes wegwerken. Dus dan krijg je 4p keer min 3. Je krijgt 4p keer 1,5p. We krijgen min 6 keer min 3. En we krijgen min 6 keer 1,5p. En 1 en ander nemen we samen, zodat we D hebben uitgedrukt in de letter P. Zoals je ziet. Nou, we gaan een beetje ruimte maken, want we gaan nog een voorbeeldje doen. Nou, we hebben hier twee formules. P uitgedrukt in X. En we hebben X uitgedrukt in de letter T. En wij moeten ervan maken. P is een macht. En een macht bestaat uit een grondtal en een exponent. Dus zo moeten we dat gaan schrijven. Dus we gaan even wat rekenregels erbij pakken die we gaan gebruiken. Nou, die twee formules die zet ik even onder elkaar. En die ga ik in eerste instantie even combineren tot 1. Dus ik ga P uitdrukken in de letter T. En dat is hier natuurlijk ook gedaan. Je ziet hier ook geen letter X. Hè? Dus we gaan die X die gaan we vervangen door wat X is. Oké. Nou, als we gaan kijken naar waar we naartoe moeten schrijven, dan zien we dus een macht en het grondtal is 5. En wat wij tot nu toe hebben opgeschreven, hebben we nog geen grondtal gezien. Maar ik kan die 25 kan ik wel schrijven als macht. Want 25 is namelijk 5 kwadraat. 5 tot de macht 2. En 1 vijfde kan ik ook schrijven als macht. En daarvoor ga ik gebruiken een rekenregel, namelijk 7.
Het is namelijk zo, heb je 1 gedeeld door x tot de macht 1, dan mag ik schrijven x tot de macht min 1. Dus heb je 1 gedeeld door 5 tot de macht 1, dan mag je schrijven 5 tot de macht min 1. Dus tussen de haakjes zet ik nu neer 5 tot de macht min 1. Nou, dan ga ik nu gebruik maken van rekenregel 3. Want het is namelijk zo, heb ik 5 tot de macht min 1 tussen haakjes tot de macht t. Ja, dan mag ik dus schrijven 5 tot de macht min 1 keer t. Hier heb je dus gedaan p keer q. Dus wij doen min 1 keer t. Dus dan krijg ik 5 tot de macht 2 keer 5 tot de macht min t. Nou, dan ga ik kijken naar rekenregel 1. Want het is namelijk zo, als je twee machten met elkaar gaat vermenigvuldigen en het grondtal is gelijk, dan mag je de exponenten bij elkaar optellen. Dus we gaan optellen die twee exponenten en het grondtal is 5. Dus dan krijg je 2 plus min t, oftewel 2 min t. Goed, dan gaan wij naar het voorbeeld toe. Dus je kunt zeggen, ik zet hem op pauze, ga ik het zelf proberen. En als je dat niet doet, dan blijf je kijken. Nou, ik lees hem even een klein stukje door. In de VS gebruikt men de eenheid kubieke feet om de hoeveelheid gebruikt drinkwater aan te geven. En daar heb je dus een formule voor. Dus weet je x, dan weet je ook wat je moet betalen. En x is dan in kubieke feet. Nou, we moeten de formule anders schrijven. Er staat, schrijf de formule in de vorm k uitgedrukt in i. En i is de hoeveelheid drinkwater in een kubieke meter. En we moeten die a moeten we afronden op 2 decimalen. Okay. De belangrijke dingen geef ik even een kleurtje. En we moeten ook gebruiken dat 1 kubieke feet is gelijk aan 0,028 kubieke meter. Nou, om een lang verhaal kort te maken, we moeten dus van kubieke feet naar kubieke meter toe. En we weten ook dat kubieke feet is dan x en kubieke meter is dan i. En dan moeten wij schrijven 0,028x is i. En dan moet je even gaan kijken naar dat voorbeeld. En als je nu die x, als je die nou vervangt door 1, ja, dan weet je dus dat 1 kubieke feet is dus 0,028 kubieke meter. Vul hem in, dat is je controle. Nou, wat we nu gaan doen is het volgende. Ik ga die twee formules onder elkaar zetten. En dan moet ik nog even x uitdrukken in i. Dus ik ga links en rechts delen door dat getal voor de letter x. Nou, dan krijg je dus i gedeeld door 0,028 en daar maak ik veel liever van 1 gedeeld door 0,028 keer i. Want als je deelt door een getal, dan mag je vermenigvuldigen met 1 gedeeld door dat getal. Voorbeeldje, deel je door 2, dat is hetzelfde als vermenigvuldigen met 1 tweede. Ja, dus deel je door 0,028, dan mag je vermenigvuldigen met 1 gedeeld door 0,028. Nou, ik ga in k uitgedrukt in x, ga ik de x vervangen door wat x is. En dat ziet er als volgt uit. Dan pak ik mijn rekenmachine erbij en ik tik die 2 getallen in en dan krijg ik 0,8928 puntje, puntje, puntje keer i plus 45. We gaan terug naar de vraag, want we moeten die a, die moeten we afronden op 2 decimalen. En a is het getal voor de i, dus dit is mijn antwoord. Einde video, tot de volgende keer.